Ja, ik zit hier vandaag met Louis van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag, Brian. En dit is een interview van 3 minuten, waar 5 vragen die door cliënten bedacht zijn, worden gesteld. En voor die 5 vragen hebben we 3 minuten de tijd. En het is de bedoeling dat u op iedere vraag kort antwoord geeft en ook nog eenvoudige woorden gebruikt. Dat is prima. Nou, komt mooi uit. Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende appartementen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking die willen wonen? Kijk, er wordt in Noordwijk gewoon te weinig gebouwd. En dat is de reden dat er meer appartementen moeten komen. En we gaan er ook voor zorgen, als die appartementen komen, dat er ook plek is en huizen komen voor mensen met een beperking. En hoe zorgt uw partij ervoor dat er voldoende werkplekken zijn bij bedrijven voor mensen met een verstandelijke beperking? Kijk, elk bedrijf heeft de verplichting om te zorgen dat er genoeg werkplekken zijn. En daar gaan wij dus gewoon ook voor zorgen. En we gaan erop kijken dat de werkgevers ook die verplichting nakomen. En wat doet uw partij voor het milieu? Ja, groen staat in onze naam, hè? Dus wij zijn erg voor het milieu en voor groen. En we willen gewoon niet dat de duinen en het strand volgebouwd worden. Dus daar gaan we heel erg goed op letten. En hoe zorgt uw partij ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de gemeente Noordwijk? Iedereen moet de kans krijgen om mee te kunnen doen. En daarom hebben we in de raad een voorstel ingediend dat bij de nieuwe gemeente er extra plekken waarschijnlijk komen voor mensen met een beperking. En dat die dan voorrang gaan krijgen. Dat is mooi. En de gemeente heeft het jeugdsportfonds voor kinderen die niet kunnen sporten vanwege de hoge kosten. Wat doet uw partij voor jongeren en volwassenen die vanwege hun geringe budget niet kunnen sporten? Nou, we hebben natuurlijk al een pas waar mensen met een kleine portemonnee al aanspraken op kunnen doen. Maar wij willen heel graag dat dit nog verder uitgebreid gaat worden. Dat niemand aan de kant staat en iedereen fijn kan sporten en eventueel naar het toneelstuk toe kan gaan. En tenslotte, verkiezingsprogramma's hebben vaak moeilijke teksten. Heeft uw partij, en u had het vorig jaar, 4 jaar geleden beloofd, heeft uw partij een verkiezingsprogramma dat leesbaar en begrijpelijk is voor mensen die moeilijk kunnen lezen, zodat zij ook echt kunnen lezen? Kijk Brian, belofte maakt schuld en ik heb hem meegenomen. Speciaal heeft GroenLinks een programma laten hertalen. En dit is in eenvoudig Nederlands en met plaatjes, zodat iedereen goed kan lezen wat GroenLinks in Noordwijk wil. Mag ik die aan jou geven? Ja. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En de belofte is natuurlijk nagekomen. Heel graag gedaan. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan.